Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. In deze video gaan we al mijn eieren smaken testen. Ik heb er in totaal 9. Dus ja, in totaal 9 smaken eieren en we gaan ze allemaal eens uittesten in een video. Ik ben er nu allemaal aan het pakken uit mijn schaal. Want ik heb een speciale eierenschuif, dus ja, dat is ook. Als eerste gaan we de Orange Vanilla Swirl uitproberen. Het staat ook op mijn eierenfles. En het proeft echt naar vanilla. Lekker. Dus die pot gaan we even afhalen. Die komt een beetje wel terug op, maar ja, boeien. Nu gaan we de Cherry Cola uitproberen. En daar heb ik ook nog wel een normale pot van open. Jazeker. Ik drink nog altijd een Cherry Cola. Zo, nu staat de Cherry Cola pot erop. En oh my god, het proeft een Cherry Cola. Dus die geef ik een de Cherry Cola geef ik een 8. De Orange van Nelswil geef ik een 9. Ik ben voor dingen met vanille. Nu gaan we de peach uitproberen. De peach. Maar die moet ik nog uit zijn cupje trekken. Dus ja, let's go. Allee. En daar gaan we nu de sherry op doen. Nu staat de peach erop. Wauw. Ik proef echt naar perzik. Lekker. De perzik geef ik een 6. Niet echt wauw, maar het is perzik. Nu gaan we de iced koffie uitproberen. Dus de iced koffie. Maar ik zal nog eens altijd in de ijskoffie. Daar moet ik ook weer een chipje aan open doen. En die gaan we ook eens uittesten. Ik proef echt naar ijskoffie. Lekker. Dat zou ik eerder in de ochtend drinken, de ijskoffie met goed water. Dan gaan we de cola uitproberen. De cola pots. Daar heb ik ook nog geen pot van open, geloof ik. Nee, dan moet ik een stuk open doen. Dus er gaat weer een cupje open gedaan worden. Maar dat is het stevig vast. Stevig gesield. Nu staat de cola erop en oh, lekker. Ik proef echt naar cola. De cola geef ik een 7. Nu heb ik een van mijn nieuwe smaken. Die dat ik ook in de vorige video, video heb gedaan. De Iced Tea Peach. Dus die moet ik nog open scheuren. Die is open gescheurd. En nu gaan we ligt echt naar Iced Tea Peach. Dat ligt dus echt naar Iced Tea Peach en ja, de Iced Tea Peach staat er nu eens op en proef echt naar Iced Tea Peach. Dat is een 8,5. Dat is een van mijn nieuwe smaken. Nu hebben we Orangeade of de Oranje Limonade, zoals je het wel wilt noemen. Ah, nice. Dan mag ik dat kipje eens gaan lopen. Nu staat de oranje limonade erop en proef echt naar oranje limonade. Lekker. Nu heb ik nog 2 smaakjes. De sherry als voorlaatste. Die is ook weer open gescheurd. Oh, het ging echt naar kersen. Nou, nu staat de sherry erop en proef echt naar de kersen. Oh fuck. Het proef echt naar kersen. En dat was eventjes mijn dingen dat ik niet mee wou doen. Wauw. Lekker kersen of naak. En nu heb ik een appelkaneel over de winterappel. En die ga ik ook eventjes open doen. Ah, maar proef. Die ligt echt naar de winterappel. En nu staat dus de appelkaneel erop. What the fuck? Echt appelkaneel drinken. Lekker. En deze krijgt een 9. De winterappel krijgt een 9. Dus de appelkaneel krijgt een 9. Dus de verdiende winnaar is eigenlijk de Orange Vanilla Swirl. En ja. Dat is ook mijn favorietje geworden. En ja. Die heb ik terug op de fles staan.
En ja, ik heb nu nog 10 zakjes met... Ik had 2 keer de winterappel besteld en eigenlijk een spijt van dat ik 2 keer besteld heb. Dus ja, maar dit was zo'n beetje de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden hoe dat ik mijn erfsmaak aan het proeven was. En mijn favoriet is nog altijd de vanille, orange vanille. En ah, lekker. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Andrea. Bye bye!